Hallo, in deze video laat ik aan de hand van een interessante applicatie zien welke nieuwe mogelijkheden de PLC Next technologie biedt. De nieuwe PLC Next technologie breidt de klassieke, betrouwbare en robuuste PLC uit met een flexibiliteit en openheid zoals we die kennen van de smartphone, maar dan wel op een bijzondere en unieke wijze. Tot nu toe wordt voor de besturing van een industriële machine of installatie vaak een klassieke PLC toegepast. Dit zijn fabrikant-specifieke besturingen die door een software-engineer vrij te programmeren zijn binnen de grenzen die door de fabrikant zijn bepaald. En heb je toch een andere functionaliteit nodig dan de fabrikant aanbiedt, dan kun je dit pas gebruiken als de fabrikant het nut hiervan inziet en dit ook daadwerkelijk in zijn besturing heeft geïmplementeerd. In grote lijnen ben je dus afhankelijk van wat de fabrikant wil en ook aanbiedt. Daarom zien we in de praktijk ook regelmatig een combinatie van een betrouwbare en robuuste PLC met een open en flexibele industriële PC. De gloednieuwe PLC Next technologie biedt deze openheid en flexibiliteit op een unieke wijze. Het open innovatieve besturingsplatform biedt dankzij deze technologie compleet nieuwe vrijheidsgraden, waardoor iedereen zelf de functionaliteit kan maken die hij of zij nodig heeft. Niet de fabrikant, maar de engineer zelf bepaalt welke nieuwe functionaliteiten er nodig zijn voor de betreffende applicatie. Zo hebben we de inspiratie een applicatie voor een Rubik's Cube solver ontwikkeld waarmee we deze nieuwe mogelijkheden goed kunnen laten zien. Hiervoor hebben we van een 3D print community files gedownload waarmee we een 3D printer aan het werk hebben gezet om dit soort onderdelen te printen. Deze onderdelen hebben we in elkaar geschroefd en voorzien van 8 servomotoren en een eenvoudige IP-camera. De IP-camera is via Ethernet aangesloten op de PLC Next controller en de servomotoren hebben we aangesloten op de positioneermodule naast de PLC Next controller. Behalve de 3D-files hebben we ook open source software van het internet gedownload. Zo hebben we een OpenCV-bibliotheek gedownload waarmee we de beelden van de eenvoudige IP-camera analyseren en het kleurenpatroon van de Rubik's Cube kunnen herkennen. Met een Rubik's Cube algoritme, die we ook van het internet hebben gedownload, weten we dan hoe de puzzel kan worden opgelost. Ten slotte hebben we in C++ alle mogelijke draaiingen geprogrammeerd, waarna met een klassiek PLC-programma de servomotoren naar de juiste positie worden gepositioneerd. Voorheen kon dit alleen gerealiseerd worden door een klassieke PLC in combinatie met of een industriële PC of een geavanceerde dure camera. Dankzij de PLC Next technologie kan deze applicatie nu met 1 industrieel besturingsplatform worden gerealiseerd. Wil je meer weten over de PLC Next technologie? Meld je dan aan voor ons gratis webinar PLC Next technologie of andere trainingen op plcnexttechnology.nl.